Waterstof, waterstof. Ja. Waterstof, 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 waterstof. Nou. Dan heb je dit niet, dan heb je dit niet, dan heb je dit niet. Dan heb je dit nooit, nooit meer. Zie je niet veel, hè, vrouwen in de techniek. Ik vind het wel heel leuk. Ja, ja. En waarom ook niet? Als ze het leuk vinden doen, hè. Ja. Ja, het is ook weer niet zo dat het een vreselijk zwaar beroep is. Anders deed jij het ook niet. Nou, ga nu mee. Hop naar de piemels. Hop naar de piemels. Nou, ja. Hey Jeroen. Ja? Herstelst u ook schade aan caravans? Jazeker doen we op schadeherstel. Geen enkel probleem. Alle schades kunnen we repareren. En voort wordt met de verzekering allemaal regeld. In mijn eentje, in mijn twee persoons. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me nooit alleen. Mooi, ja, het wordt een apart dagje. Want ik ga nu eerst even met deze auto naar mijn vriend Jan Boonstra, want die volgens mij heb ik iets met de olie. Oliedruk te laag, dat zou wel olie zijn, hè? En geen moe verstand van. En dan ga ik even naar mijn andere auto, naar de Eend. Kijk, die, die, die. Komt hij weer, hoor. Die, die, die. En ja, onvoldoende oliedruk motor. Nou, dat zal wel wat wezen. En dan ga ik naar de Eend, want de Eend is deze week gekeurd voor de laatste keer. Ik heb nog geen uitslag. En, maar het is wel heel spannend. Het is de derde keuring. En als deze klaar is. Oeh, hij is wel heel leeg. Dan kan ik er straks mee de weg op. Dus dan ga ik even kijken hoe dat gisteren gegaan is. En nu ga ik even kijken of Jan er is. Hallo jongens. Mooi. Hey Piet. Hoi. Hey Thomas. Hey. Olie bijvullen. Diesel. Diesel. Hey Piet, heb jij verstand van auto's? Nee. Nee? Nee. Wat is er met hem? Piet, hè? Wat is er met Piet? Piet is heel schuw. Opeens? Ja, hij is heel schuw. Hé, hey, als de auto zegt onvoldoende oliedruk, wordt er dan olie bij je? Ik ga even peilen. Oh, echt waar? Jij gaat ook soepel, hè? Hé. Hey. Je wordt steeds soepeler van al die jaren. Dat heb je met die verbrandingsmotoren, hè? Daar moet olie in en zo. Soms wel. Ik heb straks een waterstofauto, dan hoeft dat niet meer. Ik heb een waterstofauto, dan hoeft dat niet meer. Nee. Nou, dat is nog steeds niet goed gekeurd, begrijp ik. Nee, bijna. Nou, ik denk dat je leeg bent, vriend. O, echt waar? Goh, een gans ben ik ook, hè? Nou, dat wist ik al jaren. Ja, ja. Dat hoef je niet te bevestigen. Ja, nu kom ik er wel zelf achter. Terwijl we je altijd gewaarschuwd hebben. Check je oliepeil. Nee, je bent een gans. Oh ja. Nou ja, dat, ik kijk alleen uit rond de kerst. Nee, dan moet je echt uitkijken. Ik denk dat je leeg staat, vriend. Oh, dat is niet best. Heb je zo olie bij de hand, Thomas? Ja hoor. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dit is toch stom. Nou ja, net op tijd. Hoeveel liter moet erin? Nou, ik probeer eerst even twee. Dat toch niet? Hij is wel echt. Hij is wel echt leeg. Dat is maar goed dat ik even stop. Dit had niet lang meer geduurd. Dan had je vervroegd in de waterstofauto gereden. Ja. Waterstof, waterstof. Ja. Waterstof, 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 waterstof. Dan heb je dit niet, dan heb je dit niet, dan heb je dit niet, dan heb je dit nooit, nooit meer. Nou, Het tikt er niet meer zo. Het is beter, hè? Dankjewel, Thomas.
We kijken, hè? Doe rustig aan. Doe Jan even de groetjes. Zeker. Jij je waterstofauto. Het geliefde broertje. Ja, daar ga ik nu even heen. Naar de waterstofauto. Naar de waterstof. Waterstof. Mooi. Nou, op naar Hogezand. Fijn om zo'n vriend te hebben. Tada! Nou, zat me toch benieuwd. Hallo! Ah, mooi even, Caroline. Jij bent meegeweest naar de keuring gisteren, hè? Ja, klopt. Was het leuk? Ja. Ik vond het wel spannend, jij niet zeker? Nee, ik viel wel mee. Nou. Och, en jij was met Harry mee? Ja. Ik had zo'n medelijden met je kind. Hoezo? Nou. Ja, nergens om, Harry. Maar niet best hoor. Maar kijk, Harry is wel leuk, maar een hele dag lijkt me best pittig. Oh nee, ik viel wel mee. Viel me mee? Je hebt je gedragen, Harry? Ja. Hey, hoe is het gegaan? Dat weet ik niet, hè. Weet je dat niet? Nee. Je was er wel bij, toch? Ja, nu ze draaien een complete test over die auto. En de uitkomst daarvan die wordt naar de RDW doorgestuurd. Oh, dus dat hoor je niet meteen? Nee. Oh, wat zegt je gevoel? Oh, ja? Ja. Oh, en wat betekent dat dan? Ja, goed of niet goed. En als het niet goed is, wat dan? Nog een keer. Oh. Ja. Oh, dan is het niet einde oefening nee, of zo. Nee. Ik kreeg een foto van iemand en die stuurde hem onderweg. Ja. Die reed achter jullie. Ja. Maar dat was in Utrecht of zo, hè? Kan, weet ik niet. Niet gezien. Nee, waar jullie heen moesten. Ja, vlak bij Utrecht, ja. Dat is een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Ja. Nou. Maar ik zag allemaal ze doen echt elektrische testen om te kijken wat er in de omgeving gebeurt. Ja, wat je uitstraalt en wat er is. Ze zetten er hoge vermogens voor, antennes. En dan gaan ze op stralen, kijken wat de auto zich gedraagt. Dat ging allemaal hartstikke goed. Er zijn een paar testjes een beetje. Hangen en werken. Ja. Ja, goed, het is natuurlijk ook niet. Het is niet een gebruikelijke auto, laat me het zo zeggen. Nee. Vond het daar mooi? Ja, prachtig. Ja? Ja. Vooral de mevrouw achter de balie, hè? Ja. Helemaal blij. Oh ja? Oh, ineens. Leuk, ja. Geweldig. Ja. Dus ze heeft zich goed gedragen, ons eentje? Ja, super. Ja. Nou, wanneer hoor je zoiets? Duurt dat lang? 2 weken, 3 weken. Misschien wel eerder. Ja, Karel die moet even bellen van... Maar Karel heeft het druk, hè? Maar die zit in Duitsland. Hij zit nou in Biddinghuis of zo. Oh, ze zijn met een Hesla challenge. Hij zijn ze alweer. Oh, de waterstof challenge zijn ze alweer. Ja, terug, ja. Dat is goed gegaan? Ja. Met de Hesla op pad. Ja. Nou. Ja, dat ging super. Nou jongen, harde jongen, ik ga maar weer duimen. Ja, ik ook. Meer kunnen we niet. Meer kunnen we niet doen. Hoi. Wat ben jij aan het doen? Olie uit het voertuig halen. Oh, ik heb net heel stoer tegen iemand. Ik heb net olie bij laten vullen. Ik zat helemaal niks meer in mijn auto. Moet je pijlstok moet je even schuren en blanke lak afspuiten. Dan roest hij namelijk niet. Harry, jongen. En ik zit in die kerel te snakken dat ik straks geen olieprobleem meer heb. Dat is toch ook zo? Ja, versnellingsbak, hè? Oh, dat nog wel? Ja. Oh, dan moet ik nog steeds opletten wat er gebeurt. Ja. Ik zet de vetnippels af. Smeren. Wat voor nippels? Vetnippels. Vetnippels? Dikke nippels. Ja, voor spin. Hey Carolien. Ja. Nou, we hebben alle gekheid op de tocht, hè? Jij studeert techniek? Ja. Waar? In Leeuwarden. In Leeuwarden? Ja. Harry. Ja. Ontwikkelingswerk? Ja, zoiets, ja. 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 Goh, of heb je een taakstraf? Nee. Nee, we zijn bezig met de olie eruit te houden, zodat we een slang kunnen vervangen. Maar jij bent een van die meiden in de techniek. Ja, klopt. Bewust voor gekozen, ja natuurlijk, maar wat lijkt je er zo leuk aan? Ja, ik weet niet. Leuk met handen werken vind ik dus een beetje mijn ding. Is een beetje jouw ding? Ja. En ben je ook een beetje technisch? Ah, jawel. Voor zover. Moet ik eigenlijk aan Harry vragen, hè? Harry is een beetje technisch. Ja hoor.
Ja. Oh ja? Ja? Zie je niet veel, hè, vrouwen in de techniek. Ik vind het wel heel leuk. Ja, ja. En waarom ook niet? Als ze leuk vinden doen, hè? Ja. Ja, het is ook weer niet zo dat het een vreselijk zwaar beroep is. Anders deed jij het ook niet. Ik laat jullie maar weer alleen. Met de belangrijke dingen. Doe lieve schat. Toch snel, hè? Dag mevrouw. Ja, dag meneer. Frank, mijn jong. Goeiedag Rob. Ik dacht, ik kom even bij jou kijken, want jij zou zwaar aan de verbouw gaan. Ja, zou. Nou, ik kwam is dat niet doorgegaan? Nou, nee. Kom nog. Ik heb nog een hele winter tegemoet. Oh ja? Vakanties zijn geweest, dus... Ja. Ja. Oh, maar het is toch eigenlijk hartstikke netjes? Jawel. Wat ga je allemaal doen dan? De vloer. En nou, er komt nog even wat spulletjes bij. Maar voor de rest komt het wel goed. Hey, vroeger noemde je zo'n winkel. Ja. Noemde je een seksshop. Ja. Hoe noem je dat nu? Een erotic lifestyle winkel. Ja, het is een beetje moeilijk. Wat heb jij zelf liever? Nou, we hadden vroeger eigenlijk meer de seksshop en dat houdt in heel veel films. En nou is het gewoon, bijna geen seks meer, maar gewoon leuke erotische speeltjes, ja, erotische dingetjes. Ja, natuurlijk allemaal stukje video's lingerie. En zo. Ja, en eigenlijk de video's en dergelijke, dan had je echt een shop. En nou niet meer. Jij hebt het van je ouders overgenomen toch, Frank? Ik heb het een aantal jaar geleden bij mijn ouders overgenomen en nou gaat hij gewoon vrolijk verder iets anders ook. En want hoe lang hebben jouw ouders hierin gezeten? Die zin raak ik nog een klein beetje in. Die helpt jou nog een beetje? Ja, een klein beetje. Maar vanaf 2000 doe ik eigenlijk zelf het meeste. En die ben ik begonnen in 1981 hier. Ja, dat was nog, dat waren hoogtijdagen denk ik, of niet? Toen was het gewoon een videotheek. Oh, het was gewoon een videotheek? Ja. Dus gewoon met speelfilms. Gewoon normaal met speelfilms. Ja, je moet echt beginnen, hè. En op een gegeven moment dachten we moeten meer harde politiefilms hebben. Je kreeg zo'n Videoland, hè. En toen waren wij gewoon te klein. En dan ga je kijken wat nog een beetje bij je in de buurt zit. Nou, toen kwam je hierop uit. Dus zo beland je eigenlijk van John Wayne in... John Holmes, zeg maar. Dat is zo'n ster, hè. Toen de tijd. Ja, dus, maar dit, wat een verandering, want video is natuurlijk helemaal niks meer. Nee, ik geloof dat ik er nog 30 heb. 30 dvd'tjes en dan houdt het op. En zijn er nog wel mensen die zoiets huren of zo? Er zijn altijd nog mensen die natuurlijk nog geen internet hebben. Maar dat is bijna niet meer. Nee. En ik heb ze een beetje voor de vorm. Hé, hey, wat is over de vorm gesproken? Ja. Wat is tegenwoordig de hardloper in de erotic lifestyle industrie? Op dit moment zijn ze volop bezig eigenlijk met een beetje een ander soort in plaats van de gewone vibrator. Zijn ze eigenlijk een beetje bezig met luchtdrukstimulatie. Ik dacht je gaat zeggen luchtdrukpistool. Nee, ik doe niet in wapens erop hoor. Mag ik eens zien? Waar is dat? Zeker, mag je dat even zien. Nou, kijk, dan heb je zoiets. Huh? En die heb je dan in allerlei vormen, allemaal stijlen. En dit wordt bij de vrouw op de clitoris geplaatst. En dat geeft een zuigende werking. En dat moet dan nog prettiger aanvoelen dan het ouderwetse vibreren. Oh. Nou, en dan heb je nog weer daar in verschillende standjes. En dan heb je er nog luchtdruk en vibratie. Je kan het zo gek niet verzinnen natuurlijk. Oh, jeetje. Ja. Maar dit ziet er ook niet meer uit als de... Als de gewone. Nou, die is er ook nog wel hoor. De gewone piemels zijn er ook die nog. Die is er ook nog wel gewoon in alle soorten en maten. Waar dan? Nou ja, dat wil je weer zien natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, ga nu mee. Op naar de piemels. Op naar de piemels. Nou, ja. Ik weet. Dus, nou, oh, kijk. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Goh. Nou, en dan heb je van groot naar klein natuurlijk. Oh, je hebt mijn maar ook, zie ik. Ja, ja, die van jou zit er ook bij. Die heet ook de Rob. Ja. Oh, wauwie. Dus, zo'n meter. Ja. Oh, wat is dit, jongen? Is dat glas? Dat is glaswerk. Ja, dat is ook nog een beetje kunst, hè. Oh, die zijn eigenlijk wel heel mooi. Ja, we hebben ze alles. We hebben eigenlijk in alle soorten en maten. Maar zo'n afzuigkap werkt dus beter dan dit.
Nou, voor de vrouw is het dan net weer een nieuw soort gevoel. En daar is waar ze nou, naar op zoek zijn, want ja, ze moeten natuurlijk ook constant het nieuws verzinnen. Ja. Is het nog wel te doen eigenlijk, Frank? Zo'n winkel, want alles gaat natuurlijk heel veel over internet. Jawel, maar er is ook voor schoenen geldt hetzelfde en voor kleding. En er zijn nog steeds kledingwinkels, er zijn schoenenwinkels en wij zijn er ook nog steeds. Er zijn altijd mensen die wel uitleg hebben. Je kunt op een plaatje nooit zien wat je precies krijgt. En hier wel. Kijk, ook, vroeger was de seksshop, dat was voor de man, hè? Voor de man, ja. En hoe is dat nu? Nou, tegenwoordig zie je natuurlijk veel meer vrouwen naar binnen komen. Die komen ook wat meer op voor zichzelf en ja, terecht. En terecht, ja. Ja, dus die verschuiving zie je wel. Want daarvoor werd altijd gezegd van, nou, ik moest van mijn vrouw hierheen. En tegenwoordig zei vrouw, nou, ik doe het zelf wel. Want doe ik toch al met mijn rommeltjes. Komt altijd weer thuis met van, nou, dit lijkt op die van mij en dat nemen we mee. Ja, altijd te klein. Altijd. Hey, wat hangt daarvoor? Dat lijkt wel zo'n uit zo'n film. Zo'n lichtstraal ding. Het lijkt meer om luidspreker dan een microfoon. En een microfoon is het ook wel. Ja. Maar dit is geen karaoke set, neem ik aan. Hè? Dit is een pure massage. Puur voor massage. Maar die kun je ook over het hele lichaam als massage gebruiken, hoor. Als je hem in de nek legt, dan doet hij dat voelt het ook prettig, hoor. Ja. Ik kan me nog herinneren, in de weekamp, dat vonden we dan spannend. En dan had je de weekamp gids en er stond dan een gezichtsmassageapparaat. Nou ja, en dat was dezelfde. Dat was deze. Ja. Ja. Op pagina 648 ongeveer. Ja. Daar kwam je hem tegen, ja. Absoluut, ja. Ja. Goh. Nou, hoe hoef je toch niet zoveel aan te verbouwen, eigenlijk, Frank? Nou ja. Wat daarvan gaat hij dan allemaal doen? Nou, er komt een nieuw vloertje in. Er komt een uitbreiding lingerie. De mensen vragen toch wat meer... Nou, je moet zelf ook bezig blijven, hè. Als je op een gegeven moment niks meer doet, dan is het ook achteruitgang. En we blijven alleen maar vooruitgaan. Dat is... Er staat een vrouw bij de deur. Wordt er dan eens lastiger van? Enorm. Echt waar? Ja, je kunt ze gek niet bedenken, maar dan gaan we buiten even kijken wat haar allemaal overkomt. Echt waar? Ja, ik ga het niet voordoen, want dan schaam ik me dood. Oh, dan doe ik het wel. Oh, doe jij het voor? Nou, ga nu mee. Nou, daar staat ze dan. En die zit ik elke dag buiten. Je moet nog een beetje een herkenningspunt hebben. Ja. Nou, dat is voor mij deze pop. Per dag wordt ze ongeveer 16 keer gekust. 12 keer onder het rokje wordt ze gevoeld, maar het is en blijft gewoon plastic. Je kunt net zo goed de buitenspiegel van een auto aanraken, voelt precies hetzelfde. En dat doen ze dan voor de grap of zijn er ook mensen die... voor de grap, ze gaan ermee op de foto. Ik weet niet allemaal wat, maar het gaat maar door. Dit is eigenlijk een celebrity. Ja, ze wordt bijna beroemd in Groningen dan wel. Hè? Nou, hoe lang heb je er al? Nou, ze is een paar keer gevallen, maar ongeveer 5 jaar. Ja, ze is wel gebond, zie ik. Ja. Dat gebeurt af en toe. Het waait ook wel eens hier. En dan waait ze gewoon op. En dan ben ik net te laat. Een mooi slijmwichtje, dan red jij het net niet. Nee, dat weet je toch. Jongen. Ja, dan ben ik iets te traag en dan ligt ze. Heb je zelf ook een vrouw of is dit het wel? Nee, dit is het wel dan. Oh, ja? Ik heb zelf op dit moment geen vrouw, maar dat vind ik niet zo erg. Nee. Nou, je hebt altijd één bij de deur. Er is altijd één die op je legt. Er staat altijd één voor de deur. Dus, ja. Deze zeurt niet als je dronken thuis komt. En hij heeft ook nooit last van hoofdpijn. Kijk. Kijk, dat scheelt altijd weer. Nou, ik wens je veel succes met je vriendin. En je mooie zaak. En ik ga weer lekker verder. Ja. Ik ga zo eens kijken wat er gaat gebeuren. Oh ja, erotic lifestyle. Ja, dat je het even in de gaten houdt, hè? Ja. Niks Frankie Sexshow. Nee. Dat is een beetje afgezaagd, hè? Ja. Die tijd is voorbij. Te makkelijk. Mooi, Frank. Mooi, Rob. Zie je volgende keer. Mooi. Als je klaar is, moet jij bellen, hè? Ja, dat komt goed. Dat maakt me helemaal mooi, hè? Mooi. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. Noorderland.